In Maurik zijn enkele automobilisten in een sloot gesprongen om een 75-jarige Maurikse te redden van de verdrinkingsdood. Zij was met haar elektrische driewieler in een sloot gereden langs de buitenweg in Maurik. De twee passerende automobilisten aazelden geen moment en sprongen de sloot in om de vrouw te helpen. De redders hielpen de vrouw boven water tot de hulpdienst arriveerde. Het slachtoffer bleek licht gewond en onderkoeld. Met behulp van de shovel van de buurbewoner is de elektrische driewieler op het droge gebracht. Volgens de politie gaat het naar afstandigheden goed met de vrouw.